Je weet dat het best koud is, hè? Ja, Jasper, ik heb alleen maar korte broeken mee. Want iemand heeft mij er niet over geïnformeerd dat het godverdomme koud is hier. Ja. Wij jongeren hebben het vandaag de dag niet makkelijk. Je hoeft je social media maar te openen en het gevoel van FOMO bekruipt je alweer. Al die uitjes en activiteiten dagelijks op je feed maken het ons allesbehalve makkelijk om maar geen FOMO te krijgen. En daar ga ik je met mijn twee vrienden Tobias Kamman en Jasper Demolin bij helpen. Deze twee tegenpolen, inclusief mijzelf, vormen het ideale panel om voor jou de meest uiteenlopende activiteiten te testen. Van de Hoge Veluwe tot aan Bordeaux, je ziet het in de FOMO-show. Zo, Toby. Dat is natuurlijk af en toe best wel afzien voor jou, hè, de FOMO-show. Je moet heel veel dingen tegen je zin in doen. Ja. Mensen hebben ook echt met je te doen. Ik zie je terug in de comments. Daarom hebben Jasper en ik onze hand over ons hart gestreken en willen we jou een geste aanbieden. We hebben een verrassing voor je. Oké. Okay. Een cadeautje. Dit wordt jouw aflevering. Ja. Want maar wil wij ik dit? Gaan onderzoeken of je FOMO moet hebben voor een all-inclusive hotel. We gaan naar de zon! Ja! Maar ik heb er dus niet gelukkig lekker mee. Lekker chillen! Nee, niet lekker chillen. Ik vind dat helemaal geen fijne plek. Zo, alles wordt voor je geregeld. Ja. Je kunt eten uitzoeken van een buffet. Je kunt zo op je bordje schuiven, zo naar binnen. Maar ik wil graag voor mezelf denken. Ik ben een hele zelfstandige man. Ik hoef niet elke dag hetzelfde gaarkeukenvoedsel door mijn huig te duwen. En dus elke dag hetzelfde zwembad. Ik wil lekker erop uit. Ik heb een vraag. Hoe ondankbaar kun je zijn? De zon vind ik wel leuk. Ben je ooit in een all-inclusive hotel geweest? Nee, natuurlijk niet. Maar misschien vind je het wel heerlijk dat je zo naar buiten wordt gelegd. Ik zie het ook als mijn journalistieke plicht. Op naar de zon. All-inclusive! Wel zin om lekker aan het zwembad te liggen. Lekker het zonnetje, lekker bruin bakken. Ja, maar dat heb ik nog verdiend, een beetje rust. Heb jij naar de weersverwachtingen gekeken? Het zag er best uit, maar ja, dat kan niet. De kei ligt zoveel zuidelijker dan Nederland. En jullie zeggen tegen mijn pak voor een zomers oor. Ik heb niet gekeken. Je had toch godverdomme ons even op de hoogte kunnen brengen? Ik denk dat het wel goed komt. Het is 4 graden. Ja, dat voel ik ook. Maar wat wordt het morgen? Ja, volle zon. En hoe warm? Vol zon. Hoe warm dan? Dat ga je mij niet onthouden. 11 graden. Oh, wow. Ik kan nog niet echt zien waar we zijn eigenlijk. Het ziet er toch echt uit als een crematorium, of ben ik nou gek? Zit je je weer aan te stellen, zeg. Jezus. Ik heb het gewoon heel koud, jongens. Ja, maar je lijkt wel een klein kind dat van zwemles komt. Ja, ga lekker naar de zon. Toon is een verrassing voor jou. Ja, heerlijk. So we're here for our all-inclusive holiday. Vanaf nu is alles gratis. Maar dan vertrouw ik het niet als dingen gratis zijn. Yes. Oké, daar gaat ie. Hoppa. All inclusive, welkom. Oh, dit is goed, zeg. Kijk, man, het lijkt wel een dorp, een soort flat. This is where the magic happens. Gaat geneukt worden, Tommy. Lekkere dikke oude Engelse vrouwen aantrappelen hier in dit bed. Nou, het is niet mis, hoor. Hey. Het is niet mis. Kijk dan. Hallo. Nou, ik vind het echt best oké. En Tommy? Niet heel fraai. Maar ik heb je wel eens erger gehoord. Hij doet op dit moment heel erg zijn best om nog chagrijnig te blijven. Ja. Maar eigenlijk is hij best blij. Dat is hoe wij hem lezen op dit moment. Nou, ik ben heel blij. Ik had het echt... Ik vertrouw jullie niet meer. Hou je een beetje rekening met de medegasten? We staan hier, hè? Je hoeft niet zo te schreeuwen. Het is voor jullie doen een prima accommodatie. Nou, daar doe ik het voor. Heel goed geregeld. Ah, je toon. Zelf zou ik het nooit uitkiezen. Wacht maar tot jij morgen het buffet ziet, waar jij onbeperkt kan graaien. Dat is smullen. Voor dat soort zwijnen, jongens als jou, is dat heerlijk. Maar ik hou van subtiliteit en een heel mooi klein gerechtje. Ik ga naar bed. Het is fucking laat. Ondanks dat de temperatuur een beetje tegenvalt, staat er een stralend zonnetje bovenaan de hemel. Terwijl wij ontwaken na een heerlijke nacht in dit prachtige, ultra all-inclusive hotel. Fuck my life. Hebben jullie het gezien hier buiten? 1 troosteloze bende. Er zitten serieus 3 bejaarden selfies te maken. Wat een treurnis. Ik ben me aan het aflopen in een heel klein handdoekje. Sowieso, alles ontbreekt eraan. Bijvoorbeeld de koffie. Ik moet nu dus opstarten met oploskoffie. Nou, dan weet je dat ik al de hele dag chagrijnig ben. Okay, er is geen oploskoffie voor nodig. Ja, pak je schuttersap en een fles water. Ik kan er niet tegen een fatsoenlijk biertje of een wijntje vanaf. Een pilsenbandetje. Nee. Die heb je wel allemaal gratis gekregen, Tony. Ja, ik heb er niks voor om te betalen. Je weet dat het best koud is, hè? Ja, Jasper, ik heb alleen maar korte broeken mee. Want iemand heeft mij er niet over geïnformeerd dat het godverdomme
godverdomme koud is hier. Ja, ja. Jullie zeiden naar de zon. Ik heb een koffer vol met polootjes, t-shirtjes, allemaal witte gimpjes, slippers. Ja, dan doe je toch twee polootjes over elkaar aan. Misschien is dat dan nog een idee. Tering, wat is het hier koud. Voel je dit nu al? Dit is toch geen zomertemperatuur? In één klap heb ik stijve tekentjes. Wat een gezelligheid, hè? Wat een sfeer hier. De Franse supermarkt is gezelliger dan dit. Kijk hoeveel opties er zijn. Ja, maar wie wil er dan godverdomme lumpia's als ontbijt? Het is geen lumpia. Staat daar een kok achter je, die heeft hartstikke zijn best gedaan. Dan sta jij naar je maag te grijpen. Maar gedraag je een beetje? Ja, maar kijk, nee, kijk ze. Ja, maar weet gratis, je wat respectloos is? Dat met een mooi ei doen. Dat is respectloos. Hey, ik kan zoveel mais pakken als ik wil. Dat is zo leuk, ze hebben allemaal verrassingjes. Oké, okay, pannenkoekjes. Die zijn hier best wel lekker, daar ga ik voor. Fucking mooi. Ziek werk van gemaakt. Sorry jongens, maar ik heb in tijden niet zoveel vieze eten bij elkaar gezien. Begin jij nou ook al? Ja, maar ja. Ben ik nou met twee zeikerts op vakantie? Ik maak het niet helemaal heel appetijtelijk uit allemaal. Nou, het is gewoon goed zoeken. Ik neem gewoon een beetje broccoli. Ja, neem jij maar lekker een beetje broccoli, dat doe je toch altijd. Jasper eet alleen maar blaadjes de hele dag. Het is een wonder waar hij dan de middelen vandaan had om er zulke gore ruften van te maken. Als je hem ruikt, dan denk ik dat hij de hele dag alleen maar rauw vlees loopt te bunkeren. Ik heb toch nog best een mooi bordje kunnen maken. Heb je het geproefd? Nou, wel goed. Het is schimmelpunt paprika. Maar dit is toch kut? Even serieus. Het hoort toch ook bij de natuur? Dat moet jij toch als vegan, moet jij dit wel zien zitten? Oh, gaat hij, hè? Ja, ik ben oprecht een beetje misselijk van het eten. Het is niet best, maar ik denk dat wij even lekker een plonsje gaan maken, Toby. Even lekker naar het zwembad, loop wel mee, maar... Kom op, opa. Het is koud. Maar dat zie je helemaal niet op beeld, Toby. Nou, je voelt het wel. Stel je niet zo... Oh, het is wel echt koud, ja. Het is echt koud. Oh, ja. So, I stay here for weeks. For weeks. It's too cold. So how do you think of the hotel? Because we just arrived. I pay 860 euro for 4 weeks, all in. It's a wonderful price. Hey. That's good, right? I have all what I need. I can drink, I can eat, I can all make what I want. Nobody can change the weather. You know the Iceman? Yeah. I'm the Iceman. He is the complaining Iceman. The Iceman. Do you have towels here, you know? En terwijl de Iceman op zoek gaat naar een handdoek, raak ik alweer aan de praat met de volgende Duitse toerist. Zijn die cocktails goed? Ja? Ik ga het proberen. Het is alles ohne alcohol, hè? Ohne? Ah, maar onze vriend is een alcoholiker. Also, dan hebben we een riesenprobleem. Een riesenprobleem. Misschien in de bar of zo. Of du fragst mal. Ja. Keine Ahnung. Ah, also kunnen we niet zaufen. Nee, toch zoveel kansen. Maar jongens, ik heb eindelijk handdoekjes gevonden. Wie gaat ermee zwemmen? Ga ik ermee zwemmen? Ik ga niet lopen Wim Hoffen hier. Ga jij maar even laten zien hoe gaaf je bent. We zijn met z'n allen hier nu... Nee. Ga nou! Schreeuwen versnelt het proces altijd. Hè. Nou, zei ik niet dat hij dit ging doen? Dit is even het Jeppe momentje, hoor. Met je camera maar uit, we filmen niet meer. Een minibar zonder bier en cocktails en zonder alcohol. Dan maar een goede bak koffie scoren in de lobby. Aangezien dat het enige is wat onze bejaarde vakantieganger nog kan opvrolijken. Je moet $4 betalen als je drinkbare koffie wil. Ik ben dus gewoon een week voordat het oplost koffie. Ga ik gewoon maar een normale bestellen. Dan moet ik zo mijn portemonnee even halen in de kamer. Maar tot zover jullie all-inclusive, jongens. Boos om ons kijken alsof wij dit gedaan hebben. Klinkt wel alsof het echt all-inclusive is, een all-inclusive. Maar hoe kun je meer all-inclusive hebben dan all-inclusive? En dan vervolgens is niet alles inclusief. Ja. Misschien staat Ultra voor dat het niet allemaal inclusief is. Dat denk ik niet. Helemaal klaar mee. Om Toby voor de derde keer deze ochtend uit zijn mineurstemming te halen, leek het Jasper een goed idee om hem nou eens echt te verrassen. Ik heb een cadeautje voor jullie. Ik ga lekker een special treatment nemen. Oh, hebben we daar op de wasje gestaan? Maar eenmaal aangekomen bij de hammam ontstaat er toch weer verwarring over onze ultra all-inclusive booking. Is er een ticket? Really? It's okay if you don't have no problem. Wat gek is, we hebben dus zo'n ultra all-inclusive bandje en we blijven maar dingen aangesmeerd krijgen. Slechts €40 per persoon. Nee, we hebben ultra all-inclusive. Wat houdt dat dan in? Hey, let's go. Let's go. You can pay now or later. It's very warm. I will manage.
Oh, dit is zo goed. Ik wil ook, jongens. Wat is dit nou? Can I also get the treatment? Ben Tobias ziet het echt alsof hij gebalskiet wordt. Die opgebaard wordt. Vind je dat niet lastig als ik daar zo onder zit? Nee, ik zit niet in mijn seksuele week van de maand, dus dan kan ik het allemaal aan. Eindelijk mag ik komen. Auw, pijn. Ik mis care. Really? No, it's okay. It's just, I'm just really sensitive boy. Lekker stond het toen ze me gingen afdrogen. Vond je dat lekker? Ik vond het zo ongemakkelijk. Ja, maar zeer, ik voelde me een kleine kind die lekker werd afgedrogen zwemmen. Ik ook. Volgens mij hebben mannen gewoon die oerdrammen om gewoon zich weer... Gepamperd te worden. Gepamperd te worden. En nu, wat gaan we nu doen? Krijgen nu een massage. Oh, dat is nice. Hey, dat heb je ons de hele tijd verteld, Jasper. Ja. Oh, yes. Oh, dat is nice. Jeppen. Wat, ik wil er gewoon van laten genieten. Ja, maar ik moet er niet van mee te genieten. Ja, maar je moet ook je gevoel uiten, weet je. Anders nee, hou het voor jezelf. Ellendeling. Oh, dat is lekker zeg. Dat moet je nagaan, het klinkt als je ligt te neuken. Dat is helemaal arme buren. Ja, godverdomme, Jeppen. Oh. Yes, dit is goed. Heel goed. Het is echt net alsof ik naar een hele slechte erotiek film zit te kijken. Gadverdamme zeg. Maar is het finished? We can go relax. Already? Yes. Oh, gaat hij nou wel? Is het left handed? Oh, that's so nice. Wat is dit? Meestal, oké. Okay. Oh. Okay. Paniek. Oeh, it's cold. Ja, Jasper. Na deze overheerlijke schoonheidsbehandeling, die op het gekreun van Jeppe na bijna perfect was, komt het einde wel heel plots. Worden jullie afgedropt in de toiletten van nou, jullie luxe treatment is voorbij en jullie mogen zelf met koud water in de toiletten afspoelen. Ja, ik snap het ook. Jammer dat het op deze manier eindigt, maar ik heb ervan genoten. Wel, Octo. Ja. Oh. Hey, can I have one beer? Ik ben blij dat ik mijn winterjas bij me heb, hoor. Thank you. Ja, hoor. Ja, hoor. Ja. Ik zie een soort half maandjes glimlachen. Maar als jij een koud pilsmannetje te pakken hebt, dan vleur je wel een beetje op. Ja, maar dit is doesn't hit the spot. Nee, het is een beetje smaakloos en ik denk dat er ook niet heel veel alcohol in zit. Dan moet je heel veel drinken. En tegen de clip op doorzuipen. We willen eigenlijk even iets van een fotoshoot doen of zo. Mijn hele oog is ontstoken hier van dit hotel. Helemaal rood. Ik ben allergisch voor stof, dus dat is een stofzuip hier niet goed. Ja, je ziet er wel slecht uit. Ja, we zijn hier pas een dag. Maar ik heb daar een bordje gezien, er is hier een dokter. Ah, nee, ik ga je zeker niet, ben jij helemaal gek. Ontstoken oog of niet, de fotoshoot van deze nu al onvergetelijke vakantie moet er komen. En dus ga ik op zoek naar een geschikte fotograaf. En met succes. Goed nieuws. Nou, dat kan dus geen goed nieuws betekenen. Willen jullie even binnenkijken wat voor foto's die allemaal maakt? Ja, deze vind ik vet. Doe een foto like this with the sun. Yes, of course. It's nice. Sunset. Very good pictures. Smakeloos kut idee. Je probeert me echt de hele tijd alleen maar gewoon op stang te krijgen. Smakeloos. Zit je dan weer zo'n zachtlijnige kop? Ja, jouw idee. Een beetje acteren. Ja. Jas uit. Summer shooting. Oh jongens, wat zijn jullie stelletje tering. Kom op, destroy the camera. Ik vind het helemaal niet fijn, jongens. Close your eyes. Oh, dit is echt zo goed. And we go in the... Yeah, in the beach. Oh, geil. Oh, het is koud. Het is vreselijk koud. Nu wordt het echt sexy. Ik weet niet waarom ik dit moet doen, maar goed. Ik vind dit wel geil, Jas. Ik wil nog even met z'n drie op elkaar liggen, jongens. Ja, als je nu een rug laat, dan mag ik even persen. Can we catch the sun? Ja. Dit is het. Ja, nu ben ik er klaar mee. Ik ben godverdomme koud. Het is dinnertime. Het is dinnertime. Lekker eten. Daar kijk ik het meest tegenop, denk ik, van alles. Waarom? Het lekkerste moment van de dag, lekker eten. Inderdaad, daarom. Lekkere frietjes. Alleen maar bakken vlees. Alleen maar vlees, 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 vlees. I'm vegan. No? Oh, hier zijn salades. Ik denk dat het wordt. Het is precies wat ik dacht. Ja. 48 soort sla. Ik kan het zo gek niet bedenken of ze hebben niet ervan. Nee, misschien worden de andere dagen wel ineens heel lekker. Ja, dat hoop ik. Kijk, niet wat er vandaag in de bakken zit, hè, Toon? Waarschijnlijk hetzelfde als gisteren. Ja, dit is vegan. Dit mag jij. Maar drie.
Oh, verdomme. Weer, dit gaat nu gewoon elke dag zo zijn. Dus Amos doet ook dit, toch? Hetzelfde, alleen ze kleden het anders aan. Dus ik heb dan 's ochtends pannenkoeken en 's avonds friet. All inclusive, maar reet. Oh, wat een vieze ballen. Ja, hoor ik wel vaker. Oh! Oh! 4-2. 5-5. Bam! Zullen we gaan? Alsjeblieft, ja. Die wordt hier helemaal kriegel van. Oh, daar gaan we, jongens. Hallo. 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 Hi. Nee, ik wil gewoon geen vlees. Hallo? Ah, gadver. Hey, groentes. Maar eet smakelijk, jongens. Smakelijk. Ik had 6. Maak die staankjes uit, hoor. Het is heel te horen. Ik snap 6 naar Duits. Ze zijn wel lol. Kutsieke. Bingo. Heerlijk. Borsten. Pak even een bord. Nee, ik heb er echt geen zin meer in. Ik ben eindelijk iets gezond. Doorgekookte broccoli. Meer pannenkoekjes. Geef hem even een hand. Ja. Hey. Great work. Merhaba. Oh, wat is koud. Er zit wel liefde in. All inclusive. Oh, niet zoet. Oh. Wat are you laughing? Nou, Toby, ik heb goed nieuws. Ga je bevrijden van dit hotel? Oh, echt? We hebben iets aangeboden gekregen van het hotel. Ja. Alsjeblieft, gierende banden. Typetje Toby is weer weg. Oh. Vrijheid. Thank you. Water is free. Oh, beer as well. Oh, jongens, ik ben zo dankbaar voor dit uitje. Heerlijk. Eindelijk fatsoenlijk bier. Oh. Het is 9:30, Toby. Nou, het is toch mijn vakantie. Na een korte busrit worden we uiteindelijk op de top van de berg gedropt voor de start van het uitje. Waar Jeppe en ik zelf nog niet helemaal van overtuigd zijn. Oh! Staan ze. Dit is wat ik uiteindelijk in mijn boerderij wil. Kamelen, ja, die zou ik zeker... Nee, dit zijn dromedaris, hè? Dus jij vindt het niet zielig? Dat is iets anders. Deze dieren hebben de mensheid al eeuwen door de woestijn gedragen. Dus ik vind het moeilijk om op te gaan zitten, maar... Oh, shit! Nou, de kleine vegan is in ieder geval blij. Kijk! Hoppa! Oh, shit. Het is wel vet, hoor. Daar gaan we. Gaat er helemaal onder. Vind je dit wel leuk? Zo even de all-inclusive uit en eindelijk een beetje wat cultuur. Hoe sick is dit, hé? We zijn net de drie wijzen uit het oosten, jongens. Nou, jij bent niet zo wijs. Jouw kameel zit te ruft, of ben jij dan? Nee, dat ben ik niet. Hebben ze jou wel de juiste kameel gegeven? Gaat u daar dan? Ik ben de hele tijd alleen maar aan het denken van... Oh, als Alibaba het maar wel leuk vindt dat ik op zijn rug zit. Alibaba ziet er redelijk oké uit. En want we lopen in principe net zo snel als we zelf zouden kunnen lopen. En dan denk ik, ja, ik had er ook naast kunnen lopen. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik vind het zo bizar. Kleine gnerk. Oeha. Heel bijzonder, jongens. Ik weet niet of je vogel voor moet hebben, maar het is wel once in a lifetime experience dit. Thank you very much. Ik voel me gewoon schuldig bij elke stap die hij voor mij moet zetten, die kameel. En dan kijk je voor je en dan zie je van die witte melkflessen van Tobias op zo'n dromedaris zitten. Zo'n verbrand voorhoofd. Nu gaan ze naar huis. Moet je FOMO hebben voor een all-inclusive vakantie? Wij hebben het best al een aantal keer gedaan, maar toen waren we wel 20. Toen vonden we dat helemaal prima. En nu, ik voel me eigenlijk de hele tijd schuldig dat ik hier überhaupt ben. De hoeveelheid eten die overal ligt. Je merkt dat het is geproduceerd op de veel voor weinig tactiek. Volgens mij wordt er ook veel weggesmeten. Ik heb de hele dag brandend maagzuur. De hygiëne is echt om te janken. De hammam was geweldig. Die vond ik echt helemaal top. Het kameelrijden vond ik vreselijk. Ik wil heel graag die dieren aaien en naar kijken, maar ik hoef er niet op te zitten. Al met al geef ik het... 1,5 dino. Poeh, dat is wel heel weinig. Ik moet me toch ook wel echt aansluiten bij Daan. Toen wij begin 20 waren, vonden we dit heerlijk. Joh, lekker veel zuipen. Maar ja, we zijn een jaartje ouder. We hechten toch wel echt heel veel waarde aan gewoon voedzaam, gezond eten. En als je een dag in, dag uit dit eten hebt, ja, dan voel je gewoon minder fris. Maar voor de rest, hoe slecht en bar de omstandigheden ook waren, we hebben best een leuke tijd gehad. Dus ik geef het toch 2,5. Je hebt me joker. Ah, oh, ja. Goed. Mag ik nu? Ja. Ja, jij mag. Want ik vind het namelijk jullie eigen dikke, vette schuld, jullie jankverhalen. Want je weet van tevoren dat dit is wat je gaat krijgen. Ik heb een bloedhekel aan mensen die dit soort oorden bezoeken. Waarom? Omdat het niet de manier is om een land te leren kennen. Je reist om een cultuur te proeven. Hier proef je niks, behalve goor gaarkeukenvoer. Het is zo walgelijk, naar en akelig. Het hoort niet, dit mag niet bestaan. Ga reizen.
zeg, ga erop uit, proef het. Ontmoet mensen, maar ga je niet jezelf opsluiten in zo'n plastic paleis. En hier dan een beetje de hele dag vol schuiven met goor, goor eten. De dingen die dan enigszins leuk waren, waren niet inclusief. Wat is het laagste wat ik mag geven? 0,1 Tobiasje? Een halve. Want een halve? Nou, een half Tobiasje. Oh. Ja. Gewoon, half Tobias. Ja, deze plek is gewoon te droef voor woorden. Moet je FOMO hebben voor een all-inclusive vakantie? Nee, je hoeft er geen FOMO voor te hebben. Nee. Van mij mag je het lekker doen. Vond je het wel een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te reageren in de comments. Abonneer op dit kanaal en tot de volgende. Tot ziens. Nou, even een duikie. Kom op. Nee, ja.